zo dat snel. Ja, een klein kind, hè. Maar ja, daar ben ik ook. Ik vind het ook schitterend. Is de achterhand voor je nat? Hij komt. Oh, die kippen. Dat is bij de guillotine geworden. Oh, nee. Ja. Ja. Niet zo dom. Hebben de kippen ook namen gegeven of niet? Nee. Die luisteren ook niet. Zelfde instructie. Ik heb trouwens nog een tompoesje over van gisteren. Dat is mooi. Ik heb geen. Oh, chill. Ik had die. Ik had mijn tompoes daar neergelegd omdat ik wilde filmen. Het is wel zonde. Het is tompoes opgegeten en het was Trixie weer. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me mee halen. Over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ken je dat gevoel dat je als kind zijnde jarig was en dat je dan bijna niet kon slapen omdat je dacht, wat voor cadeautjes ga ik krijgen? Wat ligt er voor mij klaar? Onder mijn versierde stoel. Dat gevoel van een beetje opgewonden zijn, nou dat heb ik vandaag dus ook. Niet dat ik iets cadeau krijg, want het is meer een sigaar uit eigen doos. Maar dat maakt het niet minder leuk, want wat ga ik nou doen vandaag? Ik ga een nieuw buitenboord motortje voor de VB003 ophalen. Het rubberbootje. Ja, er zat natuurlijk een 5 pk Yamaha motortje achter. Een viertakt. Maar die was nogal lui. En zeker als ik met mijn pa erin zit en de twee hondjes, wilde die niet echt vooruit. Nou, we hebben allebei een vaarbewijs. Dus hadden we zoiets van, daar moet iets meer por in komen. Dus zijn mijn pa en ik een beetje gaan zoeken hier in de buurt of dat er wat leuks voor ons te koop lag. Beetje zo rond de 8 pk. Tweedehands mocht ook, met de kop eraf, een paar jaartjes oud. Maar er is bijna niets te koop. Er is natuurlijk een enorme run geweest op buitenboordmotoren. Alles rondom watersport. Dus er ligt bijna niets te koop. Ook nieuw niet, want ze krijgen dat heel slecht uitgeleverd, die bedrijven die dat verkopen. Maar we zijn een beetje gaan kijken, rondkijken. En toen kwamen we uiteindelijk in Ridderkerk bij Korteland Watersport. En daar lag een mooi 8 pk Mercury motortje. Of Mercury, het is net hoe je het zegt. Dus daar zijn we gisteren naartoe gescheurd. En we kregen een mooie prijs voor het 5 pk Yamaha motortje. Ja, die was nog hartstikke goed. Dus we hebben een mooie deal kunnen maken. Het is wel weer even een slokje geld. Wat zijn die dingen duur? Maar goed, dan heb je wel wat. Een splinternieuw motortje. En ik ben niet zo van nieuwe dingen kopen. Ik heb altijd hele oude auto's gehad. Die Porsche Cayenne die ik had, die was 15 jaar oud. Ik heb daarvoor een Audi A6 gehad, die was 12 jaar oud. Mijn auto van nu is 17 jaar oud. Dus voor mij is dat wel even een ding dat ik iets nieuws koop. Maar dat geeft me nu ook een beetje dat opgewonden gevoel van, wat ga ik krijgen? En ik heb er heel veel zin in. Dus stap ik van de VB002 af, stap ik in mijn autootje. Mijn pa komt die kant op met de brandweerwagen. Die heeft ook het bootje ingeladen, de VB003. En dan gaan we het motortje ophalen in Ridderkerk. En daarna gaan we hem hier te water laten en testen. En ik ben dus blij en opgewonden als een klein kind. Gaan we dan. Chico gaat ook weer gezellig mee. Die houdt ervan om naast mij te zitten in de auto. Doe ik hem zo'n gespje om aan zijn tuigje. En dan hangt hij half uit het raam met zijn snuitje. Gaan we weer een stukje rijden, Chico? Pootje? Pootje? Ja. Let's go naar Ridderkerk. Als we daar paar niet hebben. Goedemiddag. Ja. Zo. En een nieuwe tor ophalen. Een nieuwe tor. Watertor. Ik zei het net al tegen de kijkers, ik vind het wel spannend. Ik heb nog nooit zoiets nieuws gekocht eigenlijk. Tenminste, nou ja, het is een redelijk aanschafje. Ja, nou ja, goed.
Als je veel plezier van hebt, is dat wel waar, denk ik. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Maar de snelheid zat er niet in, hè? Nee, het was niet alles, nee. Het was een beetje als de brandweer. Nu hebben ze gezegd, je moet wat rustig aan, dan vaar je heel de achterkant van de motor uit. Ja, de spiegel inderdaad. De spiegel. Technisch gezien mag je maar tot 6 pk achter ons rubberbootje. Dat is een Talimax 250. Maar het is wel een stevig bootje, dus daar hebben we wel vertrouwen. Dus het is een beetje op eigen risico. Ja. Gisteren hebben we al eventjes de bootje hier achterop het bed gelegd. Dus die gaan we straks afleveren bij mij in de haven. En het motortje komt straks hier te liggen. Goed, officieel moeten we nu ook voldoen aan de wettelijke eisen. Registratienummer, brandblusser, zwemvest. Reddingshond. Reddingshond, check. Dus, maar dat heb ik allemaal aangevraagd, dus de nummers zitten er nog niet op. Maar ik denk dat ik daar mee wegkom, dat ik mezelf wel geregistreerd heb. En we toch even willen uitproberen hoe dat die vaart natuurlijk. Of dat het een groot verschil is, dat denk ik wel. Trixie is ook gezellig mee, die gaat straks de Ridderkerk onveilig maken. Of Rijsoord is het volgens mij officieel, hè? Ja, maar toch? Dat hoort bij Ridderkerk. Oh, dat hoort bij Ridderkerk. Kijk je uit een beetje zo, hè? Ja, spring maar. Nou, Trixie, Chico zit voor jou in de auto. Chico zit zo te wachten in de auto, zo braaf. Je mag mee, hoor, je mag ook naar binnen. Ja, ja, joh. Gisteren zijn we hier dus geweest om het oude motortje al. Hallo? Om het oude motortje al in te leveren. Dus die is hier al. Sorry, pa, deze boot is verkocht. Ja. Er ligt nogal wat leuks hier. Die is ook verkocht. Die is overkocht. Heel opvallend bootje vind ik dat. Dat zal geen goedkoop bootje zijn, denk ik, maar daar kan je voorop zitten. Er is een deurtje hier, binnenbesturing. Een dakluik. En een dikke motor erachter natuurlijk. En hier ook nog een deurtje en buitenbesturing. Maar nu gaat het erom, waar is mijn motortje? Goedemiddag. Wie ben jij? Directeur van... directeur van Korteland. Ik weet verder ook niet. Ik ben Floris en ik werk bij Korteland als monteur. Als monteur. En ik heb jou gisteren, kwam ik jou al tegen, toen zei je, ja. Kees, ik volg jou al jaren. En ik heb jou ook zien varen met de VW03 met het oude motortje. Zeker. Dag, dus jij kent het verhaal al een beetje. En, ja, het is al een paar keer. Hij deed niet helemaal lekker. Nee, maar uiteindelijk heeft hij over mij hem weer aan de praat gekregen. Ja, dat is gewoon een beetje, ik heb de benzine even afgetapt, weet je wel. Dus maar dat loopt nu toch weer goed. Ja, dat loopt, goed. Ja, dat loopt weer goed. Maar dat was het probleem niet. Die motor is gewoon te licht. Als wij er met een paar mannen in zitten. Hè. Vroeger ging die plané, maar het bootje zelf is nu wat zwaarder. Nou, bootje niet alleen. Maar, ja, bootje. Maar je eet ook gewoon lekker door. Met z'n aluminiumbodempje en zo, weet je wat. Maar dan gaat hij net niet meer in het nee. En dat vinden we helemaal niet leuk. En we hebben allebei vaarbewijzen, dus er is niks aan de hand. Wil je nog afscheid nemen van het oude motortje? Ja, oh ja, lopen we even naartoe. Oh, die hangt daar. Ja, emotioneel afscheid, pa. Heb ik hem nog gelaten? Heb jij je zakdoek erbij? Ik heb wel last van, niet met dit motortje. Jij bent wel, heel even, pa. Jij bent heel erg emotioneel met spullen. Ja, dat wel. Maar deze heel kortstondig gaat. Ook met je cabrio. En jij hebt er meer mee gedaan dan ik. Dat is waar, ja. Dus je hoeft niet echt te wenen. Nee. Afscheid nemen is een langdurig proces. Ja, ja, het is een rouwproces. Maar ja, dit is hem. Toch een nieuw motortje nou. Ja. Heerlijk. Dit is onze... Je hebt er nog een beetje opgepoet, zeg je. Ik heb een doekje alweer. Ja. Ik heb een klein beetje gedaan. Ja, een klein beetje. Ja, maar hij was best, best netjes. Maar nou is hij dus nieuw, toch? Nou is hij weer als nieuw. Ja, ja. Maar dat moet ook wel. Ja, dit was dus een 5 pk'tje, hè? En dat is dan een 1 cilinder. En die we nu krijgen, dat is een 2 cilinder. 2 cilinder, ja. Dat scheelt toch een cilinder natuurlijk. Ja, dat scheelt een hoop, ja. Geluid ook. Die nou, ik zou zeggen, breng ons naar de Mercury. Ja. 8 pk. Loop mee. Zeg jij Mercury of Mercury? Ik zeg wel Mercury. Mercury. Staat klaar. Het staat klaar inderdaad. Het staat erop dat die voor jou is. Oh ja, verkocht voor de volgende bestemming. VW003. Je hebt hem net al even getest geloof ik, hè? De bak. Ja. Want wat doe je daar dan achter de... De proefbak, ja. Oh, mag ik eens even kijken? Tuurlijk. Ja. Nou, dan komen we nu in het heilige der heiligen. Maar dat was leuk om te zien. Dus jullie hebben drukke tijden denk ik, Lu. Zeker drukke tijden, ja. Zo vlak voor het seizoen. Mensen, als ze hem één keer al niet aan kunnen trekken, dan komen ze gelijk alweer hierheen. Ja, ik trek het niet meer. Dan kan jij weer aan de slag. Precies. Want jij bent dus monteur. Ik ben monteur, ja. Dus dit is een beetje waar jij je werk doet. Hè? Die carburateurs, die vervuilde carburateurs, dat is altijd het grootste probleem. Ja, hè? Met als een buitenboordmotor die niet goed lopen, dat is altijd carburateurs. Daar hebben we een heel mooie bak voor. Dan haalt die carburateurs eraf en wat doe je dan? De carburateurs gewoon zeg maar een frituurpan die zit. Ja joh, ja. Inderdaad, een mandje. En dan doen we erin en dan hebben we speciaal spul erin. Dat lost gewoon eigenlijk alle door trillingen zit erin en dat lost eigenlijk alle deeltjes op. Vuil. Ja. Oké.
Dat is, het ziet er inderdaad uit als een frituurpan. Ja, we doen af en toe wel een frikandelletje erin. Ja. Voor de vrijdagmiddagborrel. Ja, maar dit is een beetje gewoon mijn jouw opinie. Domein. Nou, hartstikke leuk, man. Ja. De kap eraf. Zo, heel die kap eraf. Wat glimt die boy. Ik vind het zo fijn. Het is een beetje een soort unboxing. Ja, het is... Ja. Dat kan gewoon... Up. Ja, dat is vooruit. Oh, ja. En als je dan eenmaal bij het haasje bent, dan ben je het haasje, ja. Want dan ga je soms staan. Ja, dan heb je niet meer dat hendel hier over moet halen. Nee, dat is wel heel handig. En als je deze indrukt, voor het gas, als je die indrukt, en dan kan je gewoon reffen, laat ik maar zeggen, dan kan je wel gewoon gas ja, geven zonder... Zonder dat die in de rij ja. Staat. Oh, zo. Dan staat die vrij. Ja. Dit is voor de Dodemanskoord. Oh ja, Dodemanskoord. Die gaat hierin. Ja. Dan moet je hem zo houden en zo kan je hem erop klikken. En dat is gewoon een hulsje en die... Klik je zo erop. Oh. En als je overboord zou vliegen, maar ik geloof jullie wel. Nou, mijn pa wil nog wel eens overboord vliegen. Ja. Of Trixie. Ja. Dat is de grootste kans dat Trixie overboord vliegt. Floris gaf net wel een goede tip van, let op, niet gelijk vol gas de hele tijd. Want je moet hem even inlaten, even invaren. Ja, even invaren. Dat is wel belangrijk. 25 uur ongeveer. Ja. En dan daarna weer een beurtje laten doen eigenlijk. Daar ligt hij dan, het nieuwe torretje. In de brandweerwagen. Ik kan hem ook achter de brandweerwagen hangen natuurlijk. Zo'n soort amfibievoertuig. Nou, oké. Op richting de haven. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Super, dankjewel Floris. Helemaal goed. Tot de volgende bestemming. Goed, hè? Doei. Kijk jij terwijl je niet water in kugelt? Nee, maar we hebben geparkeerd zo. Ja, perfect. Super strak. Ja, echt. Lijkt wel of dat je erop zit. Nou, hè. Het belangrijkste onderdeel nog, hè? Ja, en daarom. Torretje! Zo. We zien al gehaald als vloeibare goud. Ja. Met superplus in. Ja, maar ja. En reservetankjes. Ja. Dus krijg je toch problemen als je geen superplus gebruikt. Ja, de lucht gaat hier niet. Nee. Hij is toch wel een stuk zwaarder? Ja. Hij is wel in een gespreid bedje terechtgekomen. Ja. Nou, de hoedie kan uit hoor. Zo, bodempje zit erin. Een bouwpakketje, ieder seizoen weer. Een ding joh. Ja. Wel mooi, mooi gezicht. Ja. En nu even. Het is allemaal anders wat we gewend zijn. Ja. Even het brandstof slangetje aansluiten. Het tankje hebben we hier in het midden. Dat is wel mooi, want er zit zo'n band op de bodem. Die bodemplaten. Ja. Ja. Dus, ja, want dan kun je die ook niet meer gaan schuiven. Nee, precies. Als je op woelige baren komt. Woelige baren, en dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Zo, Dodemanskoordje. En dan moest ik even van Floris hier... Even in knijpen en dan met het pijltje omhoog. Ja, ik hoor de brandstof gaan. Zie je ook iets? Ja. En dan start hem maar. Zo, dat is snel. Kun je choke terugzetten? Ja. Oh ja, want hij zei choke is ook gas. Hallo, mooi. Twee cilinder, hè? Wat zijn ze? Kijk, een zes cilinder auto loopt ook veel mooier dan een drie cilinder die ze tegenwoordig allemaal hebben. Ja. Nog even, dan heb je een dikke post met een drie cilinder motortje. Ja, dit is er zo. Klik er voor hem. Geen gehoord, net een koffiemolen. Nee, ja. Maar dit is... Dit is... Nou moet je even een heel rustig rondje.
Ik heb ook nog pedals. Ja. Een flinke straal komt eruit. Ja, dat betekent dat hij koeling geeft. Ik ben jaloers op. Kijk, wij wel smorgens als ik aan. Nou ja, ik ben jaloers op mijn leeftijd. Je hebt jouw drifting. Ja, op mijn schoenen. Hoe accelereert hij? Ja, dat weet ik toch niet. Nee joh. En een klein kind, hè? Ja, daar ben ik ook. Ik vind het ook schitterend. We gaan even. Kees. Kan je gevaar dat ik voorin zit? Zo. Daddy Cool is bijna aan boord. Met de nadruk op bijna. Ja. Hij zit. Ja. Nou, gaan we dan. Ik ben benieuwd of hij met ons twee in pané gaat. Ja, dat moet bijna wel. Ja. Toch? Ja, dat wat heb jij gegeten vanmorgen? Drie broodjes. Moet net lukken. Tussenmiddag twee hele kleine krentenbolletjes. Ja, dan moeten we wel in plané kunnen. Ja. Maar ik wilde jou net trakteren op wat lekkers. Het is snackavond vanavond. Maar oh ja, goed dat we eerst, maar goed dat we eerst gaan varen. Ja, maar ik denk dat, ik weet niet. Vanochtend gewoon 90 kilo. Precies. Weet je, 90 kilo? Precies. Best wel stevig dan. Nou. Ja. Voel je happy in je lichaam? Ja, super. Nou, daar gaat het om. Super, ja. Nou, dan gaan we eens even testen op het grote water of dat hij een beetje vooruit wil. Ja. Ja, doe ik je jasje even dicht. Jawel. Je body warmer. Nou, we zitten inmiddels op de Oude Maas. Altijd leuk, het is rustig vandaag. Het is niet zo heel mooi weer. Het is een beetje grazig. Het is een beetje grazig. Het wil niet echt lukken, of wel? Oh ja. Hè? Ja, ik wil voorop. En dan gaat hij niet, maar nee. Nee. Je hebt een gas over zeker. Ja, nee, maar hij gaat nu vol gas. Nou, we zijn allebei al redelijk nat, maar hij gaat toch wat minder makkelijk in pané dan ik dacht. Hè? Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk ook geen 15 pk of iets, maar. Wat er wat meer van? Ik denk dat met 15 pk ook niet. Kijk. Dat er toch zit en het is een klein rubberbootje in. Ja. Niet? Ja. Hou je vast, hè? Ja, maar het is te woelig, hè? Hè? Het is te woelig. Ja. Kijk, het komt best goed. Goed, het is gelukt, hè? Maar ik zou toch weer met Chico, je zit met Chico hier. Ja. En de plankje er is op. Ja, dat scheelt alweer. Dat is helemaal geen doen. En een pijpje hierop. Ja, zo'n verlengpijpje, ja. Ja, echt doen, hoor, Kees. Je moet wat vermeten. Maar als ik alleen, dan gaat hij makkelijk in plannen, hoor. Zeker met Chico, die is 30 kilo. Trouwens, dan gaat het kerk komt uit je hoofd, zie je dat? Maar nou ja, ik had misschien... Nee, daarachter. Nee, dat zie je niet. Maar op beeld is net alsof de grote kerk uit je hoofd komt. Ik had misschien verwacht dat hij iets meer power had. Maar ja, het blijft natuurlijk 8 pk. Hij is wel lekker rustig. Ja, maar dat ding... En als hij met z'n tweeën erin zitten en de honden... En ik hang een beetje voorop, dan gaat hij... Nee, maar we hadden net gelijk het eerste stukje... Nou, we zijn al zei ik nat. Maar... heb je slaap? Ja. Dan weet ik dat het tijd is om terug te gaan. Vanaf de VB 003 zijn wij in één keer weer in Nieuw-Lekkerland. En er gaat straks iets gebeuren met de VB 001. Maar dat straks. Je ziet op de achtergrond mijn pa weer aan het klussen. Hij is bezig met een heel bouwwerk. Goedemorgen. Kees. Klusser. Ja, was nodig. Kippok was verrot. Oh. Niet zo'n klein beetje ook. Het hout wel is allemaal vuurhout. Ja. En Vaaibomenhout noemen ze dat ook wel eens, toch? Ja. En zolang dat maar niet nat wordt en... Maar het werd zeiknat, dus het was helemaal verrot.
Dus deze paal vernieuwd, die paal vernieuwd, die vernieuwd. Hij stond echt op instorten, zeg maar. Ja, deze vernieuwd, want er kwam ook water bij geweest. Huh. Nou is zometeen toch weer een net kiphokje. Nieuw golfplaatje erop. Ja. Het lijkt wel een kippenvilla. 32 jaar oud. Zo, en die kippetjes zitten nu daar opgehokt. En s'avonds, ja. Dan ging het luikje weer dicht. Die kippen, dat zijn de guillotine geworden. Ja, nee, Chico, daar blijven, de kippen lopen los. Nee, terug. Allemaal terug. Als Chico die kippen ziet. Nee, Chico en kippen zijn geen goede. Oh, hij zit nu ook in het kippenhok. Oh, hij is even. Jij ook? Ja. Niet zo dom. Heb je de kippen ook namen gegeven of niet? Nee. Die luisteren ook niet. Zelfde instructie. Loop. Dat is een beetje een lastige kip. Ja, dan zijn ze gewoon dom, hè? Ja, springen. Hopje. Ja, en doe het dicht, Kees. Ja, oh. Ja. Even kijken hoor. Nou, wat een avontuur weer. Ja, hè. Verder knallen, hè? Ja. Heb jij trouwens een leuke Koningsdag gehad? Ja, maar ik ben de hele dag een kip ook bezig geweest. Oh, alleen, s'avonds eventjes in de tent geweest. Even voetjes van de vloer in de feesttent. Nou, voetjes van de vloer. Ook gelijk gegeten. Nou. Een hamburgertje en een frietje en een paar biertjes gedronken. Ja, want de voetbal bestaat hier 90 jaar. Nou. Dan ben ik vroeger nooit naar de voetbal geweest. Maar het is wel een dingetje hier in het dorp, hè? Ja. Dat is hartstikke leuk. Feest, hoor. Dus, heel leuk. Dus de hele week is het feest al hier met een grote feesttent van, ik geloof, 1000 man kunnen daarin. Ik heb er wel een klacht over. Oh, wat? Nou, je kan me niet meer praten. Wat? Dan staat iemand in zijn oor te schreeuwen, hoort ik nog niet. Ik stond met me te praten en die stond echt te blaren in mijn oor. En dus op plaats van ja geknikt. Nee, je hoort echt niet. Super gezellig. Ja. Nee, heel gezellig. Nou, top. Heel leuk. Ik ga daar zaterdag heen. Ik ben natuurlijk geboren in Nieuw-Lekkerland. En het is een hartstikke leuk iets dat je een soort reunie hebt. Reunie. Je merkt, het is gisteren Koningsdag geweest. Ik heb mijn voetjes ook van de vloer gedaan, dus ik moet een beetje bijkomen nog. Maar we gaan even verder, want het kippenhok is nu bijna klaar. Maar jij gaat me vandaag ook even helpen met VB001 om daar weer wat kleur in te krijgen. Ja, dat is het nadeel van rood, hè? Ja. Het wordt altijd zo... Het wordt altijd een beetje roze. Ik heb trouwens nog een tompoesje over van gisteren. Dat is mooi, ik heb er geen op. Echt niet? Nee, ja. Oh, hij is super lekker. Nee. Ik heb wel wat bruut gereden, zie ik. Dat is niet helemaal perfect. We gaan cosmetisch veranderd. Ja, eerst een bakkie? Ja, eerst een bakkie, ja. Dan doen we allebei een halve tompoes. Ja, halve tompoes. Ik vind het best, hoor. Het is wel weer mooi dat je uit voor weinig geld weer een mooi kippokje hebt. Zeker. Als je dat allemaal moet laten doen, dan is dat duur, hoor. Ja, en dan moet je maar afwachten of dat ze tijd hebben om dat te doen. Want iedereen is druk. Je laat geen kippokje bouwen door aannemen. Nee. Dus, of je het doet zelf, of je doet er niks mee, dan kun je het beter afbreken. Ja. En nou kent er al een jaar of 10 tegen. Ja. En je hebt inmiddels ook een emotionele band met het kippenhok gekregen, denk ik, hè? Nou ja. Het staat al zo lang in de tuin. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is kippen gezellig. Ja. En ik heb er niks mee kippen, maar goed. Maar als je niet thuis bent, moet er altijd iemand toch even de kipjes voeren. Ja. En dan zien ze ook gelijk of je spulletje nog overeind staat. Ja, en dat er niks gebeurd is. Ja. Dus ik vind het niet verkeerd, hoor. Dus even kijken of de kippen er ook zo over denken, of dat die het ook zo gezellig vinden. In het hof niet. Nee, nu even niet. Hoi, kipjes. Hoi. Even kijken, hoor. Hoi, kippen. Zit daar een ei onder of niet? Ga eens weg. Ja, ja. Ik heb een ei. Ja. Lekker. Nee, het wordt niet alleen een tompoes, maar het wordt ook ei. Dat is de tweede van vandaag. Die hebben we voor de lunch, ja? 3 kippen en 2 eieren, dus een goede productie. Hij is nog warm. Ja, hij is warm. Ja, dat klopt wel. Want vanochtend met voeren lag ook even. Huh? We gaan even een bakkie zetten en dan loop ik even naar de VB001. Want hier staat hij, ik wilde zeggen, te shinen. Maar dat is niet helemaal meer het geval. Want hij is dus heel erg mat geworden. En ja, een soort van roze. Ik heb hem vorig jaar gepoetst, helemaal gecleanerd. Maar ja, nu is het eigenlijk alweer nodig, want het ziet er eigenlijk niet zo mooi uit. Dus ik wil mijn brandweerautootje weer even wat liefde geven. Want ik ga er binnenkort weer mee op stap. Dus dan moet hij wel even shinen. En ik ga mijn oude logo eraf halen. En mijn nieuwe logo komt erop. Ja, voorheen stond hij natuurlijk onder de carport. Waar nu de VB00PA staat. Ja, dat is mooi voor mijn pa. Maar mijn brandweerautootje staat dus hier. En er is ruimte genoeg, daar niet van. Maar hij staat natuurlijk wel buiten. Dus ik heb een hoes gekocht voor eroverheen. En ja, dat moet er wel voor zorgen dat hij minder gaat verkleuren. Oh shit.
Ik had mijn tompoes er neergelegd omdat ik wilde filmen. Ja, laat ze nou maar doorgaan. Dat is wel zonde. Een tompoes opgegeten en het was Trixie weer. Ja, hadden iedereen al een tompoes gehad, dan ga ik niet meer eten hoor. Er zitten trouwens hondenhaar op. Op de grond gelegen. Ik denk, leg hem even op die golfplaat hier. Maar dat... Hey. Ik, hè? Ik zie het lekker zullen gaan vergeten. Ja, die zit aan te smullen. Nou, zit nasmullen. Geef nou maar een beestje. Trixie. Oh, nee, kijk. Er zitten steentjes op. Je had je zo verheugd op je tompoes. Ja. Dus ze waren ook best wel duur, want ik kom bij een meesterbakker vandaan. Doe het maar met zo'n eenvoudig dingetje. Koekje. Nou, het wordt een wat kariger koekje. Sorry, het is niet heel slim van mij geweest. Nee. Ja, maar ik dacht, in de koelkast. Ik heb allebei de koelkast open gehad. Dan denk ik, wat hebben we dit toch neergezet? Nee, ja, ik vlieg altijd van links naar rechts. Dus ja. Ik wilde even een verhaal doen bij de VW 001. Ja. En toen heb ik de tompoes daar neergelegd. Wel jammer. Ja, het is wel heel jammer, ja. Ja. Zo. Hoe eet jij normaal gesproken je tompoes? Haal je het dakje eraf? Stel, je hebt een tompoes, hè? Ja, dat weer net de strictie doet. Op de bovenkant er eerst af. Het is lekker zo. Alleen, het is wel dom, hè, oké? Het is niet heel slim. Je weet, Trixie is altijd stiekem. Als die, maar dat komt dat ze hebben een anderhalf jaar gezworven. Dus dan moet ze ook voor haar eigen eten zorgen. Want ze kijken ook nooit, als ik eten neerzet, dan gaat ze pas eten als ik niet meer kijk. Nee. Dus ze is gewend om het te pikken. Ja. Het oude logootje. Oeps, ik had dit gedeelte geschilderd met een rolletje. Omdat dat heel erg verkleurd was. En dat zag er eigenlijk best aardig uit. Toen heb ik de sticker erop gedaan. Maar je ziet het. Ik trek de verf mee. Ik zal dit toch nog even een keer moeten schilderen voordat het logo erop gaat. Pa is aan de andere kant bezig. Ja, maar ik zou me helemaal niet zo zwaar cleaneren. Ja, behalve waar die heel dof is wel. Maar ja, zo zie je. Ja. Het is ook niet goed, hè, om zo'n auto heel vaak heel diep te cleaneren. Want op een gegeven moment zit er geen verf meer op. Ja. Ik heb trouwens aan de andere kant wat verf eraf getrokken met het logo. Oh? En dat gaat... Dan moet het nieuwe logo er weer overheen plakken, hè? Daar heb je geen last. Ja, maar die is iets kleiner dan dit logo. Iets groter maken. Ga ik even mijn pa erbij roepen. Pa? Ja? Gaan we even de vlog afsluiten van deze mee? Oké. Okay. Smeerpoet. Ja? Wat zeggen we dan altijd? Ja, tot de volgende bestemming. Ja. Zeggen we altijd. En bedankt voor het kijken, hè? Oké. Okay. En like deze video eventjes en abonneer nog op het kanaal. Juist. We hebben alle administratie weer gedaan. Ja. Nou, wij gaan door met poetsen. En ja. Tot zie je volgende week. Okay. En ook nog een heel ander leuk verhaal. Maar houd het in de gaten. Tot de volgende bestemming.